Er zijn een aantal do- en een aantal don'ts, zeg maar. Mm. Uh, een aantal don'ts zijn de duckface. Mm. die uh, werkt niet echt heel goed. Waarom? Waarom? Uh, denk je, waarom zou dat zijn? Waarom? Ja, dat is een goede vraag. <laughs> waarom? Ja, waarom, waarom werkt het niet goed? Uh, ik denk deels omdat het uh, gemaakt is. Dus we zijn een soort trend aan het nastreven, waardoor het minder authentiek is. Ah. Uh, ik ken ook mensen die zeggen dat het ordinair is. Maar mm. ik denk dat dat, ja, dat is denk ik subjectief. Misschien dat een man kan zeggen, ik vind dat opwindend. Dus ja, ik weet niet. Ja. Uh, maar het kan een beetje gezien worden van... Uh, ik hou het bij niet authentiek. Omdat meerdere mensen doen. Het is een trend. Het wordt sociaal ja. gedaan. Niemand weet ook... De vrouwen zelf waarom weten waarschijnlijk ook niet vaak waarom ze doen. Uh, net als de duim, weet je. De duim wordt ook vaak... <laughs> de vakantieduim. Uh, hij hoeft, ja, de vakantieduim. <laughs> het is niet eens... Het kan best een keer dat je een duimpje gooit. Uh, uh. Maar ook dat. Ja, waarom doen we dat? Er is, is, ik denk dat mensen... Dat is een heel mooie vraag. Ik denk niet dat mensen dat heel bewust eigenlijk uh, doen. Uh, en daarom dat ik het nu ook benoem van oké, okay, doe, die, doe die liever niet. Uh, want het, is, ja, het komt niet heel authentiek over. Ja, mooi antwoord. Ik denk ja. dat daar heel veel in zit. Want hoe meer jij opgaat in de grijze massa, hoe meer jij opgaat in datgene wat iedereen doet. En dan ook nog eens datgene wat iedereen doet wat niet als aantrekkelijk bestempeld wordt. Dat jij automatisch in de Grote grijze massa, er niet aantrekkelijk wordt, is, wordt, uh, wordt geplaatst. Check. Ja. Uh, ik denk, denk dat het daar inderdaad heel veel een kern van waar het in zit. En dat is ook het mooie: dat als je jezelf echt authentiek durft te uiten, dat je dan automatisch aantrekkelijker wordt en ook nog eens voor de juiste mensen. En dat is natuurlijk zo moeilijk en eng. En heel veel mensen denken soms ook dat ze authentiek bezig zijn. Bijvoorbeeld, er um, komt een dame bij me voor coaching. Niks aan te merken op uh, haar profiel verder, maar hoe zij communiceerde vervolgens met mannen. Um, we hadden een coachinggesprek, een coachingsessie. En wat ik dan soms doe, is dat ik zeg: Hé, hey, wat je vertelt aan mij klinkt allemaal heel gezond. Want zij vertelde gewoon van hé, leuke dates met die man, eh, noem maar, maar op. Uh, was allemaal weinig aan op te merken. Maar ik weet dan meestal als die man toch, waar was het zo dat hij um, naar een aantal dates zomaar afhaakte? Dat er dan vaak toch dingen in de communicatie zitten waarin je dit of al had zien kunnen aankomen bij patronen bij hem. Of dat je zelf dingen doet eh, die gewoon onaantrekkelijk zijn. Waardoor je jezelf niet echt authentiek aan het uiten bent. Maar je bent aan onaantrekkelijk gedrag dat ooit is aangeleerd vanuit angst voortkomt aan het tonen. Waardoor je bepaalde kanten van jezelf la vooral laat zien die de aantrekkingskracht tegenwerken. Dus ik zeg oké, okay, ik wil je... Tinder en WhatsApp gesprekken gaan zien. Vooral van die laatste man met wie je dan echt hele leuke dates had. Met wie het goed zat en zo. En dan wil ik dat gaan zien. En wat zie ik vervolgens? Nou, na een aantal dates uh, begon die man al dingen te zeggen van... Hé uh, hey, lieverd, en ik mis je zo. En ik hou ja. van je op een gegeven moment zelf. Dat is vrij snel. Heel ja. veel emoticons, hartjes emoticons erbij, noem maar op. En zij ging daarin mee. En ik vroeg aan haar... Hé, hey, uh, kijk, het kan zijn natuurlijk dat je dit echt ervaart. Maar... Hoe was dit voor jou om dit te ontvangen? Toen zei ze ja, ik vond het eigenlijk best wel snel. Ik vond het best wel snel gaan, allemaal. Ik zeg: Oké, okay, toch besluit je erin mee te gaan. Hoe, is die, hoe heb je die keuze gemaakt? Toen zei ze ja, ik had zoiets van: Als ik er niet in meega, dan kan het zo zijn dat die man toch afhaakt en dat hij weggaat en dat ik hem verlies. Dus ik besluit er dan maar om in mee te gaan. En ja, en ergens vind ik het ook wel fijn, want ja, uit wel zijn liefde naar mij. Ook een stukje validatie. Precies. Ja, ja. En ik snap dat heel goed. Maar wat ze eigenlijk doet, is tegen haar intuïtie gaan. Want mm. haar intuïtie zegt... Nee, dit gaat te snel voor mij. Volgens mij is het beter als we rustiger aandoen. Maar wat doet ze? Ze gaat mee in de snelheid van die man. Omdat ze vanuit angst handelt. Namelijk, als ik dat niet doe, raak ik hem misschien kwijt. En dat is het stukje wat op de oppervlakte... Als ik aan haar vraag, hoe stond je in dat contact? Zegt ze, ja, als mezelf. Mm. En... Ja. Als ik dan ga inzoomen, dan kom ik meestal patronen tegen. En als ik dan ga onderzoeken waar die patronen vandaan komen... Bij haar was het bijvoorbeeld best wel een heftige gezinssituatie... met een borderline moeder hmm. die echt dingen heeft gezegd... op een gegeven moment toen ze ruzie hadden van... je bent mijn kind niet. en Echt heftige dingen ja, om van je moeder zo. te horen. Ja. Een vader die uh, alcoholproblemen had... Um, die ook jarenlang uit haar leven is geweest en noem maar op. Dus zij miste die veilige basis in het contact met de ouders over... Hmm. Hoe je gewoon je grenzen kan aangeven. Uh, een veilige relatie ontwikkelt. Dus die blauwdruk missen ze als het ware. En ze snakte wel naar die liefde. Waardoor ze vanuit dat oude verhaal, die patronen, in het contact met zijn man tot de keuze komt om mee te gaan met hem in dat hele hmm. versneltreinvaart van, van liefde. Wow, mooi. En, ja, ja. en ja, en dat is volgens mij ook um, het, het moeilijke van, van liefde en zo. En die adviezen zoals van ja, jezelf zijn, er noem maar op. Want jezelf is zo'n lastig, ingewikkeld, multivariabel concept wat je de rest van je leven over gaat doen om dat goed te begrijpen. <laughs> Omdat en die het zit ook op de automatische piloot, wat je net zegt. Van, ja, zelf is al gewoon een soort loop uh, gevormd door. Uh, wat ja, jij net, zeg maar, ja, doet. absoluut, ja. absoluut. En dat uh, en, en dan zie ik vaak van, oh ja, dat dat is volgens mij ook in de kern wat wat heel veel van dit soort datingen... Uh, heel lastig maken. En ja, het blijft een uh, een interessant iets. En dan dit is dus het allerdiepste niveau, maar op een meer oppervlakte niveau zie je dat ook terug in de manier waarop mensen op foto's staan. In de manier waarop ze communiceren in geschreven berichtjes. De communicatiepatronen, hoe ze hun profiel neerzetten. Um, als jij bijvoorbeeld in je profiel veel dingen neerzet, zoals op zoek naar one-night stands, swipe links of zo, weet je wel. Gewoon maar met, met en misschien een boze emotie komt erbij. Uh, het geeft dus zoveel veel pijn. En, heel ja, veel ja. pijn die je daar al tot uit laat komen. En dan kun je als vrouw zeggen: ja, maar ik heb daar toch ook gewoon geen zin in.